Dat is leuk, Aaron. Nou, dan mag je ook een ander kleurtje. Moet je het water een beetje afdoen, zo. Want het wordt zo nat. Oeh, dat is mooi roze. Dit is mooi. Je hoeft niet zoveel water. Ik zal een doekje erin leggen. Dan heb je een mooi slabbetje op Aaron. Oma had geen schat, hè? Oh ja, oma had allemaal een schat van zichzelf gehad eigenlijk. Kijk eens, je kan het eitje ook draaien zo, hè? Zo, dan kan je de andere kant verven. Zie je? Ja, daar wilde je niet. Ja, zo kan het ook. Dat gaat niet zo goed. Oh, dan knapt hij kapot. Zullen we eens niet een keertje goed blauw doen? Zal ik dit nog eens roeren? Als jij klaar bent. Wat roeren? Met water? Ja. Waarom wil je dat water roeren? Omdat ik het leuk vind. Ja, ja. Die blauw die wil niet goed. En nu heb ik die nodig om deze te water. Nou, jij een beetje blauw erop. Nee, geen water meer. Blauw. Daar. Klaar. Dan moet ik deze even roeren. En dan doe ik hier een beetje verf op en dan ga ik ze weer roeren. Nee, daar is niet voor. Het is om te verven, maar niet om verf in het potje te roeren. Is het al klaar met dit? Ja. Kijk, nou heb je bijna paars. Heb je paarswater? Koffie met slagroom? Aaron? Nee. Staat de cappuccino? Ik heb niet voor niks een shampoo voor jou gekocht, hè? Zo. Moet ik nog uitspoelen? Ga jij dat doen? Of doet oma dat? Nee, dan moet je net een klein bekertje. En dan is het aan de ogen doen. Die voor je ogen doen? Ja. Zo? En dan met een bekertje zo ijspoelen? Ja. Ja, maar dan zit alle zeep in je bad. Hou je hem even vast? Nee. Kijk, doe hem zo heel. Nee.
spelen. Wie is dat jongetje? Aaron. Ja, wie is dit andere jongetje dan? Dat is jouw Willem. Ja. Ja, echt. Het is door. Maar nu gaan we een boekje lezen. Het was midden in de nacht. Grote muis lag lekker te slapen in zijn grote bed. Kleine muis lag klaar wakker in zijn kleine bed. Grote muis, riep kleine muis. Ik hoor buiten rare loeiende geluiden. Grote muis deed één oor en één oog open. Dat is de wind, zei hij. Mag ik bij jou in bed? Vroeg kleine muis. Nee, zei grote muis, er is geen plaats. Hij draaide zich om en ging verder slapen. Echt goed idee. Goed idee, ja. Met z'n drie. Nee, eentje. Nee. Ja. Dit was... Ja, eentje nog. Ga je nu alvast alle boontjes opeten? Moet oma een paar oude boontjes voor jou bewaren dan, in plaats van koken. Nu niet meer hoor, nu niet meer. Eentje. Deze lange. Die is heel lang, hè?